Ja, peesjes hier rond. Hier heb je die pees, hier voel hem. Ja. Die snij je eerst door. Net achter het vriet, denk ik. Ja. Pak je die lies, pak je op. Hier voel je die lies. Ja. Kijk, als je hier zo vast hebt, heb je die lies vast van die huid. Ja. Die snij je door. Heel voorzichtig, net even een tikje dat die door is. Dat voel je. Ja. Dat is hem, hè? Doe de andere kant ook. Ja. Ja. Steek je daar je vinger in. Alleen voorzichtig los. Niet trekken, gewoon lekker voorzichtig met natuurlijke manier. En ga je die twee kanten bij elkaar halen. Dus je gaat van die kant naar die kant voorzichtig, tot je op een gegeven moment hiervoor een grote snee hebt. Dan krijg je die buik los. Ja? Dat is hem, hè? Ja. Voelen? Ik moet nog in het midden. Ja, precies. Ja, ik zie hem. Ja. Anders pak je je mes en haal je mes er voorzichtig door. Maar je moet altijd rekening houden dat je, precies, dat je heel voorzichtig daarmee bent. Ja. En dan? Gewoon. Ja, dan ga je dus los en dan ga je dus eigenlijk proberen even een rondje te maken dat je ook achter zijn rug helemaal los hebt, zeg maar. Okay. En als het niet wil, je denkt dat hij hem doortrekt, dan pak je je mesje en dan ga je skinnen. Dan druk je dus tegen het vliesje aan wat je hier ziet zitten. En daar ga je dan naartoe. En je kan nu ook even je mesje pakken, dit omhoog pakken en even doorsnijden. Dus dat je die poten vrij hebt. Andersom, ik zou hem zo naar boven halen. Zo. Zo? Ja. Of dat het met de hand lukt is ook prima. Dus net hoe strak die in zijn vel zit. Pak hem mee. Doe die kant ook. Wat we zo meteen gaan doen is dat we hem dus aan de achterkant en de voorkant samen pakken en dan hem even naar beneden toe trekken en hem gewoon ergens zijn jas uittrekt. Oké. Hebben. Ja. Ja, dus als je mooi die poten vrij maakt, net zoals deze, dat je mooi. Ik had meer even een balletje erin begonnen. Ja, Thomas, dat is even strak. Ja. Dan pel je hem zeg maar verder af tot achter zijn staart. Ja. En dan ga je zo met die staart, deze hoek. Dit ga je doorsnijden, dus die anaalhoek zeg maar, die snij je los. En dan haal eerst deze los, tot die gelijk is aan die, dan snij je dit door. Ja. En dan heb je hem op een gegeven moment helemaal rond, hè, dan kan je hem zo die vacht vastpakken straks. En als je ziet het dan, dan kan je hem zo naar beneden zijn jas doen, in één keer. Okay. Ik vroeg net, want er komt relatief weinig bloed vanaf, zijn die al uitgebloeid? Of? Nee, dat is de manier van de slachten. Met slachten wat ik doe, ja? En nu is het allemaal primitief op je knietjes natuurlijk. Komt er eigenlijk helemaal geen bloed vrij. Het blijft gewoon in het systeem. Het bloed blijft in het systeem en het is natuurlijk al gestold. Hè? Okay, want ja. Je ziet er natuurlijk ook dat je niks meer uitspuiten. Alleen met het schoonmaken, dan heb je altijd wat bloed. Ja, stel dat het vers was geweest, dan heb je meer bloed. Heb je meer bloed. Okay. Dan ga je zo met eerst die staart doen. Hè? Ja, de achterkant. Hè? Ja? Ja, die snij je dan, trek je hem even iets omhoog, zo ja. Zo, dan snij, precies, dat maakt niet uit, dat is jouw houding. Ja, perfect. Trek maar goed door, dat je hem goed... Ja. En dan heb je hem helemaal vrij. Ja, dan ga je voorzichtig ga je naar beneden toe. Dus niet trekken, maar gewoon en pak je mesje erbij, want dit vliesje, dat is belangrijk, om dit vliesje aan te tikken. Zie je dat? Ja. Dit vliesje wordt anders, als je dat doortrekt, dan trek je deze, trek je die huid los en wat... Ja. Jouw naam was? Bjorn? Bjorn. Wat Bjorn zegt, dus dan trek je hem open en dan flikkert eigenlijk alle ingewanden flikkert direct op je schoot. Oh. Dus als je nou gaat skinnen, ja. Je houdt hem er tegenaan dat je iedere keer dus die lijn hebt. Precies. Kijk, je ziet op dat het vlies hier ook dikker is, hè?
Ja. Tik hem maar met het puntje van het mesje. Je zet hem iets onder spanning. Ja, probeer, je mag hem ook weer gewoon proberen. Kijk, deze moet je in ieder geval wel pakken. Zie je dat? Ja. Gewoon tegen het witte vliesje aantikken. Kijk, dat is niet afgeleid hier. Hè? Van de... En dan pak je hem weer op en dan trek je maar gewoon naar beneden. Ja? Trek maar door. Voorzichtig, niet te hard. Gewoon heel, heel subtiel, gewoon lekker voelen. Als je weer de spanning te hoog voelt worden, nou, dan pak je je mes. Kijk, hier zie je een beetje een dubbel vlies zitten. Dus dan pak je je mes weer. Dat is wel net zo mooi om een zo te zetten. Ja. Maar je hoort hem echt ook loskomen dan als je er tegenaan tikt, hè? Ja. Korter maken? Ja. Ik kan eigenlijk pop gaan spelen. Precies. Hij is vrij dun geskind, dat is wel leuk. Dan kan je bij wijze van spreken nog weer, als je nog wil, veel looien voor gedaan. Dus, trek hem eens door. Ik denk dat hij nu wel meestal is het dat. Trek maar door. Voorzichtig. En hou je deze een beetje vast. Dus deze ga je vasthouden. Ja. Zo. En dan trek je hem door. Oh, want anders dan trek je die andere kant kapot en als je hem doortrekt. Trek maar door. Dus dit vasthouden. Ja. Andersom. Zo. En dan doortrekken. Voorzichtig doortrekken. Nee, je moet hem korter vastpakken. Ja. Gewoon heel voorzichtig zo doortrekken. Trek maar door. Voorzichtig. Als je een beetje mee zit, dan hebben we nog een leuk velletje namelijk. Ja, trek maar door. Kijk, doet je sokken, doet hij uit, zie je dat? Trek maar door, voorzichtig. Ja, trek maar door. Achterkant, iets meer die achterkant nu. Was het al eerder doorgesneden bij die poortjes? Nee, niet. Voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Ja, niet te hard. Oh. Niet, ja, dat is niet erg. Nee. Oh, dat zijn zijn oortjes natuurlijk. Ik moet even het mesje pakken, even het oortje tikken. Hier? Ja, doe maar zelf, want ik kan niet zien. En dan wel met de huid meenemen? Of nee, gewoon biskinnen. Je huid, dat is niet belangrijk. Trek maar door. Nee, die gaat los. Ja, maar dat geeft niet. Oh. Ja, jammer. Kijk eens. Dus als je hem doortrekt over die oren heen, had je anders nog die, ja. Die wangetjes meegenomen en het voorstukje van die vel. Ah, oh, jammer. Een muts. Een muts. En wat doe je daarmee? Nou, die kan je dus looien. Kun je looien? En hoe doe je dat? Ja, ook een heel systeem met alijnen, zout en wasmiddelen en terpentine. Van de eikenboom. Oké. Okay. Dat is mooi, ja. Mooi, hè? Ja. Hij is flinterdun. En het belangrijkste stap met het looien, dat je dus op deze huid komt. Dit moet er nog af. Ja, dan moet je allemaal schrapen. Moet je schrapen. Dit is de huid die je zoekt. Oké. En dit is dan te vet. Kijk, dit vlies moet er ook af. Vader deed hem altijd gewoon een paar dagen onder de dakpannen van het schuur hangen. Ja. De vliegen en die deden het. Ja. Maar dan moet je wel lang opstaan. Papje, zeg maar. Dan maak je op een gegeven moment, je kan wat zeggen, ik pak hem hier naar beneden toe. Ja. Ja, wat John zegt, vanaf deze kant naar beneden. Tot op een gegeven moment dat je een beetje hier, zeg maar tot hier is een beetje, dan is hij over. Maar kan ik niet ook gewoon zeg maar hier dan... Mag ook, maar een gaatje gebruiken en dan een stukje naar omhoog. En dan scheuren? Nee, oh, het wordt niet gescheurd. Scheuren doen we in de auto. Oh. Nee, want dan trek je het vlees kapot, dat is zonde. Oké. Het is niet zo dat als je dat thuis laat liggen, zeg maar, een stuk huid. Kom maar. Nou, dan leg je mes weg. Dan gaat het open, of, ja. En dan hou je die konijn aan zijn achterkant vast. Zo. En dan, ja. Zo. En dan stop je zo je hand erin. En dan voel je zo die ribbetjes achterlangs. En dan haal je zijn hefter of een grijper, trek je dat naar voren. Dan krijg je niet meer aan elkaar. Dus als je met looistof en zo, dan maak je die vezels los. Dan druk die. Je levertjes, niertjes, allemaal druk je er direct mee naar beneden. Kijk je rawhide noemen ze dat, hè? Kun je trommels van maken zo, van rauwe huid. Ja. Kijk, noemen ze dat wel eens, hè?
die lampenkap. Jouw is altijd, je moet een hiertje in de leer van die slaten zitten. Niet altijd op slaat eruit. De alles op. Lekker hè, Daniel? Die neemt niet van een hiertje slaat, die zitten. Die halen er later uit. Als het helemaal leeg is, dan. Deze moet ook mee, dus hè? Ja. Er is nog een druppel bloed gevallen. Nee, helemaal niet. Iedereen zegt dat het predicaat slachthuis voor zit, dat hier allemaal bloed en spetters zijn, er schorten met bloed en. Was je trouwring? Ja. Zit in het konijn. Dan kan je er zo inkijken, dan kan je zien dat die hartstikke mooi schoon is.